Hucomat is een bedrijf dat geautomatiseerde staalvoorbereiding en analysesystemen ontwikkelt voor kwaliteitscontrolelabo's. En hiervoor zien we niet alleen unieke hardware, maar voorzien we eigenlijk een totaaloplossing voor onze klanten. En onze klanten zijn echt internationaal. We werken bijvoorbeeld voor grote mijnbouwbedrijven, chemische bedrijven, maar ook voor contractlabs en onderzoeksinstellingen. In het verleden werd onze projectplanning en aankoop van onderdelen vooral via manuele processen uitgevoerd. Zo gebruikten we Word, Excel als office tools. Nu, groot nadeel van deze manier van werken was echter dat dat niet schaalbaar was. Daarboven steeg het aantal projecten de laatste 3 jaar. Ook het aantal medewerkers steeg enorm, dus we moesten dat wel aanpakken. In de eerste plaats dient een grafische projectplanning tool voor ons zeer gebruiksvriendelijk te zijn. En daarnaast diende de koppeling met Microsoft Dynamics Navision zeer vlekkeloos te zijn. Gegevens die in één toepassing worden geüpdate dienen rechtstreeks gesynchroniseerd te kunnen worden in de andere toepassing. We willen ook geen gebruik te maken van tussenprogramma's in die synchronisatie en wensen ook geen gegevens 2 maal in verschillende software tools in te brengen. Voor ons is tijdwinst die deze tool teweeg brengt enorm belangrijk. En die tijdwinst zit vooral in de continue synchronisatie van gegevens, de continue beschikbaarheid van gegevens voor onze collega's. Collega's kunnen de laatste versie van gegevens continu opvragen. En daarnaast wordt de grafische projectplanning tool vandaag rechtstreeks gebruikt in projectmeetings, waar voorheen een grafische projectplanning tool enkel door de projectleider werd gebruikt. Is het nu een tool dat beschikbaar wordt gesteld en gebruikt wordt door alle collega's binnen onze organisatie. Voor eerst de drag and drop in het grafisch planbord. Heel eenvoudig kunnen gegevens worden verschoven in de tijd of collega's gewisseld voor bepaalde plantaken. Daarnaast personalisatie van de interface. Bepaalde gebruikers kunnen bepaalde accenten leggen in die grafische interface en ook bewaren zodanig dat ze de volgende maal dezelfde interface en look and feel krijgen. En tot slot, het snel filteren en sorteren van bepaalde plantaken is ook een interessante feature. Ja, voor ons was Dime Shedler zeer eenvoudig in gebruik en eigenlijk heel intuïtief om op te starten. Ook naar training van de collega's was zeer eenvoudig in gebruik te nemen. We'll be right back.